Jano Reijnes, gefeliciteerd met je eerste contract bij PEC Zwolle. Hoe tevreden ben je? Ja, dank u wel. Ja, ik ben heel erg tevreden. Vooral omdat ik voor je heb gewerkt. En ja, ik ben blij dat de droom is uitgekomen om mijn eerste contract te kunnen tekenen. Hoe waren de laatste weken voor jou? Was het plotseling? Was het spannend? Ja, het was wel spannend, maar het speelde wel een paar weken. En uiteindelijk ben ik er wel gewend aan geraakt. Dus ja, dat was het meer. Een mooi resultaat lijkt me. Ja, absoluut. Daar zijn we hartstikke blij mee. Eliano Reijnes, voor 3 jaar vastgelegd. Is al een tijdje geleden geïdentificeerd als een high potential. En daarvanuit hebben wij gemeend om hem een contract aan te bieden. En dat hebben we vanochtend ondertekend. Zou je wat meer kunnen vertellen over je geschiedenis hier bij PEC Zwolle? Wanneer ben je binnengekomen? Welke teams heb je doorlopen? Ik ben in de B2 binnengekomen. En zit hier nu 3 jaar. Ja, B2, B1 eigenlijk ben ik speelgerechtig geweest. In de B2 speelde ik voor een amateurclub, maar ik heb het hele jaar wel meegetraind, omdat ik van Twente afkwam. Ja, toen ben ik binnengekomen. Je hebt ook al meegetraind met de selectie, begreep ik. Hoe ging dat? Ja, klopt. Het ging wel goed. Het was wel wennen, natuurlijk fysieker. En ze zijn groter, sterker. Maar het is wel een mooie ervaring om mee te maken. Vooral in de 11 tegen 11 is er al een aantal keren zo geweest dat hij daarin heeft meegedaan. Dat gebeurt natuurlijk niet voor niets. Dat betekent dus dat hij hele mooie stappen aan het zetten is. Bij de onder 19 basisspeler als eerstejaars. Dus dat is op zich al prima. Maar nu ook de momenten bij een hoofdselectie betekent dat hij met recht als high potential gezien mag worden vanuit de jeugdopleiding. Wat voor type speler is het? Nou, het is wel een hele mooie technisch begaafde speler die durf heeft en lef in zijn spel legt. Vanuit het middenveld het beste kan acteren. Eigenlijk wel een typische PEC Zwolle speler die we graag in het stadion willen zien. Wat verwacht je nu van de komende periode? Ik hoop zo snel mogelijk bij het eerste kunnen aansluiten, meetrainen, vaker meetrainen. En ja, uiteindelijk mijn droom waarmaken om een debuut te kunnen maken. Ja, je werd hier en daar al gefeliciteerd door jongens vanuit de selectie. Ja, hoe is dat dan? Ja, ze vangen me gewoon goed op. Dat is het wel. Maar ja, ze zijn niet voor zichzelf. Ze weten wel, als iemand bij komt, mee komt trainen, dat ze hem meteen moeten opvangen.